Wij boeren hier in Vrouwenbrugge 130 stuks melkkoeien, 70 stuks jongvee op dik 70 hectare grond. Dit is voor het eerste jaar dat we het doen. Dit zijn voederbieten, nieuwe producten voor ons bedrijf. Het concept Feedbeat is een concept dat we sinds jaren nu voeren. De Feedbeat, de KWS Feedbeat, is een kruising tussen de oude voederbiet, die nogal robuust was en een laag droge stofgehalte had, in vergelijk met de suikerbiet die we momenteel kennen. Dus de KWS Feedbeat zit daar eigenlijk tussenin. Lager suikergehalte en een hoger droge stofgehalte. Ik verwacht er meer melkproductie van, hoger eiwit in de melk en een hoge opbrengst per hectare, wat uiteindelijk zeer geslaagd is. Die drie factoren hebben mij toegebracht om de voederbiet te verbouwen. Er zijn twee manieren om de feedbiet te voeren. Allereerst kunnen de bieten gewoon vers gevoerd worden. Dit is voornamelijk in de winterperiode, dus eigenlijk in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart. De bieten kunnen bewaard worden gewoon in een hoop, zoals de suikerbieten ook bewaard worden, tot eind maart. Daarna wordt het moeilijk, de temperatuur gaat stijgen, bieten gaan uitlopen. En het is overigens verboden om bieten in de zomer onbedekt te bewaren. De tweede manier om feedbiet te bewaren is om de feedbiet te snipperen en deze te mengen in de kuil van de mais. Dus de logistiek is daarbij een belangrijk thema, omdat het maishakselen en bieten verwerken in één dag zal moeten gebeuren. Nou ja, je ziet, dit jaar is gewoon een super jaar, een hele droge herfst. Alles optimaal. De bieten zijn hartstikke schoon. Ja, hoe de toekomst is, ik denk dat het wel een groeiend gewas kan worden. Met name door de steeds meer met de bemestingsnormen. Je moet meer kilo's droge stof van een hectare halen, dan krijg je meer bemestingsruimte. Kan het een aantrekkelijk product wezen? Het is niet op alle gronden kun je het verbouwen. Maar wij zitten hier ook op vrij zware grond en het gaat gewoon heel best. De kosten van de teelt zijn echt vergelijkbaar met de kosten van de suikerbietenteelt. En hiervan hebben wij natuurlijk exacte gegevens bekend. Die kosten van de teelt op zich, de variabele kosten, liggen tussen de 14 en 1500 euro per hectare. Dus dat zijn de directe kosten die verbonden zijn aan de teelt van Feedbeat. De opbrengsten die we nu kennen, we hebben proeven gedaan in 2015 en momenteel ook in 2016. Dus in deze winter hebben we cijfers beschikbaar op tweejarige basis. En we zien hierdoor dat de droge stofgehalte van de biet rond die 23% droge stof ligt. En dat is behoorlijk hoog eigenlijk voor een biet. We zien de opbrengst stijgen naar een absolute opbrengst van tussen de 80 en 120 ton. Dit is nog wel een variatie, maar dat ligt natuurlijk puur in het groeiseizoen. Wij hadden 150 ton per hectare dit jaar en dat is ver van verwacht. Want gemiddeld zeggen ze dat het 100 ton per hectare oplevert. Nou, op bepaalde hoeken kan het heel interessant wezen. Per spulpaankoop zit ook een heel dikke rekening altijd aan vast. En wij hebben 1,6 hectare dit jaar verbouwd en er komt toch 240 ton bieten vanaf. Is dat misschien een uitzonderlijk jaar, maar het is wel een besparing op aankoop van uiteindelijk een bijproduct. Dus ik denk dat voor veel bedrijven wel interessant kan wezen.